land ter plaatse, want zo doen we dat hier. Ik heb hier ook mijn connecties. Hey. We gaan over naar onze man in Londen. Nee. Ha, ha, ja, ha, ja. Hey. 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 Dat is hem. Ja, dat is hem. Jan Vertongen. Gisteren heeft Tottenham nog op de nipper gescoord tegen Ajax. Ik ken geen bal van voetbal, Jan, maar ik heb wel familie in Amsterdam. Oei, 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 oei. Jan, wat is hij kapot? Wat heb jij gedaan? Heel Amsterdam ligt plat. Hè? Wat doet dat met jou? Jij bent toch zelf ook de halve Amsterdammer? Je hebt eigenlijk tegen jezelf gespeeld gisteren. Ja, het was een dubbel gevoel. Zeker op die manier. Dan zit je wel in met de mensen die dat je kent. Mijn halve tijdlijn komt uit Amsterdam. Blij dat je zelf niet gescoord hebt, Jan. Blij dat je zelf niet gescoord hebt. Want in de 86e minuut had ik zelf nog een kans. En? Afgeremd? Niet afgeremd, maar ik was blij dat ik mezelf uiteindelijk niet gemaakt heb, denk ik. Want dan had ik wel in de problemen gezeten. Ik heb wel eens gescoord tegen Ajax en daar waren ze niet content mee. Nee, ik ben wel natuurlijk blij dat we gewonnen hebben. Jan, nog triestig nieuws. Hè? Want wat ik hoor, u bent gezien met krukken. Hij gaat toch wel de finale kunnen spelen? Ik weet niet of ik dat hier kan laten zien. Nee. Misschien zo. Ja. Oh, oei. Oei. Oh, man, dat is niet goed. Oei, dat is geen bal. Dat gaat niet meer. Dat gaat niet meer. Lieven, wat vraag je dan als sportjournalist? Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? In de eerste helft heb ik een tik gekregen. Mijn enkel is helemaal opgezwollen. Ik heb op iedere adrenaline wel nog in de tweede helft kunnen spelen, maar daarna kon ik niet meer op mijn enkel staan. Oei, en morgen heb ik een scan en dat weet ik niet. Het was niet van een afterparty. Nee, het was echt in de match. Ah, ja, want dat stond hier al bijna in de boekjes. Ja. Jan, kan je de finale spelen? Haal je dat? Ja, dat zullen we morgen weten. Vandaag de eerste testen waren niet slecht. Dus ik heb wel hoop. Maar het is nog 3,5 week. Jan, we moeten eventjes nog over iets anders praten. Iets positiever misschien. Even, want daarvoor ben je er toch. We gaan het hebben over de Jan Vertongen Foundation. Dat klinkt als een goed doel, maar dan niet op het veld, Herman. Een goed doel. Nee, wat is dat? Is zeker, Koen weet er ook alles van. We hebben dan iets meer dan een jaar geleden gestart. En onlangs ook de eerste veiling. En we gaan nu, we hebben al daarvoor al veldjes geopend. En nu gaan we een eerste veldje openen in een ziekenhuis, Koningin Mathilda Ziekenhuis. Op 3 juni. Ja. Om de kindjes natuurlijk te helpen. Dat de zieke kinderen in het ziekenhuis, dat is altijd de instelling geweest. En dat is fantastisch dat we dat nu al eigenlijk binnen het jaar kunnen bereiken. Jan, applausje. Ja. Lieven, is Jan hier eigenlijk ontwikkeld? Maar nee. 4 jaar lang proberen we die. Oei. Een keer tot hier te krijgen. Ja, ah. En dan mag connecties zijn, Lieven. I'm very sorry. Maar Jan gaat dat misschien wel goed moeten maken. Of, hè? Met wie? Kunnen dat goed maken op een of andere manier? Maar gaat nu veel tijd hebben. Ik heb geen show meer, dus ja. Een feestje? Ah, dat goed maken. Ja. Hij is uitgenodigd 3 juni en bij de opening. Aha. Misschien dat we daar dan kunnen zien. Ja. Echt? Ja. Okay, so. Natuurlijk is het echt. Ja, zeker. Oké, Jan, we gaan je laten. Bij deze. We gaan je laten in al je ellende. Geniet er nog van daar. Fijn om iedereen te zien. Ja. Okay, is goed. Dankjewel om bij ons te zijn, Jan. Okay. Dag. Ja, Jan.